Hoe is het hier op de camping? Ja, verneukt. En pas wanneer de condoom onderaan is, laat je hem los. Ik zie nog steeds heel veel kratten staan hier. Er wordt nog net zoveel gedronken als voorgaande jaren. Nog absoluut, meer. Ja, nog veel meer. Ja, dat gaat wel goed komen. We gaan proberen het record te verbreken. Ja. En het record is? Ik heb verkoopcondooms, uitdeelcondooms. Gratis condooms, vind iedereen wel fijn. Een pen, een cadeautje en een demonstratiedildo. Beetje voorlichting is nooit verkeerd. Ik bedoel dat je een kwartslag moest draaien, nooit geweten. Dus wat dat betreft, tips zijn altijd goed. Wat moest je kwartslag draaien? Ja, een toefje van de condoom, dat spul dat je in moest. Nu ik hier alles af, dus ik kan een beter condoom gebruiken. Wat je vaak ziet is dat ze wel condooms bij zich hebben, maar dat er vaak ook iets misgaat. Dat condoom scheurt omdat er lucht in zit. Of ja, omdat het niet goed omgedaan wordt. Of ja, en dan is het alsnog niet veilig. Toch wel heel informatief. Kan tenminste een normale condoom om dat ding heen doen. Dit is op camping Dennenoord nog altijd het statussymbool. Wij zijn wel de groep met de hoogste kraten. Dus, en dat houden jullie zo? Ja, dat houden we zo. Er wordt op de jeugdcamping zeker niet minder gedronken, want de jongeren van 15, 16 en 17 vinden de nieuwe wet belachelijk. Ja, gewoon vorig jaar zaten we hier ook met een stapel, toen mocht het nog. En nu niet meer. Nou, dat vind ik ook, ja, vind ik gewoon raar. Als je eerst met wel bier mag drinken, dan niet meer, dat vind ik dikke onzin. Het is al 50 jaar dat ze mogen alcohol mogen drinken. En nu in één keer niet. Dus ik vind het. Ze hadden veel meer campagne moeten voeren en veel langzamer moeten invoeren. De wet is bedoeld om minder te drinken. Maar de praktijk is dat er juist meer wordt gedronken. Want jongeren die geen alcohol meer mogen drinken, gaan dat stiekem doen. Kijk, als je het in de illegaliteit stopt, dan gaan ze allemaal in die zuipketen zitten en op hangplekken. En wie weet wat ze dan allemaal uitproberen. Iedereen die gaat dus indrinken in een keten, is er geen. Controle, en dan gaat het eerder mis, denk ik. Dat is eigenlijk alleen maar slechter. Ik pleit ervoor, je moet weer in de openbaarheid ze laten drinken. Jongeren zijn vindingrijk, je weet altijd wel een manier te vinden om aan drank te komen. Ja, het lukt wel, we hebben zelf 10 kratten meegenomen en de rest halen we hier gewoon. Ja, daar komen ze makkelijk aan. Dus, wij werken met een bandjesysteem. Nou, gele bandjes is 16, 17 jaar en rode is 15. Nou, dan is er wel iemand van die groep of op het veldje die is 18 en die haalt het op. Dat is gewoon de praktijk. Heen en weer lopen, inderdaad. Oh, je moet voor iedereen bier halen, daar ben je helemaal gek van. Maar ja. Dus je bent druk? Ja, ik ben hartstikke druk. Hoezo warme zomers? Net nu in onze regio de vakantie is aangebroken, valt het water met bakken uit de hemel. Hoe is het hier op de camping? Ja. Verneukt. Nee, het is wel gezellig hier, maar nu op dit moment gaat het niet zo mee. Maar hoe merk je dat? Kleding nat, er wordt niks meer droog? Ja, we staan helemaal blank hierachter. En ja, verder is het niet echt koelkast nat. En verder valt er niet meer veel te doen dan, hè? Ja, is geweldig. Ondanks het slechte weer? Ja, we gaan straks naar oma dus. En oma heeft zoveel warmte, daar kan die regen niet tegenaan. Nou, we gaan iets eten dus. Nou ja, jullie lachen wat, maar leuk is niet. Nee, het is niet leuk, nee. Oké, iets anders, wat schaft de port vanavond? Vanavond barbecuen. Nou, knakworst en vanavond gaan barbecuen. Barbecue met dit weer? Ja. Dat wordt wel in de tent dan. Ja. Heel veel feesten, eten, slapen en weer verder feesten. Dat is voor veel jongeren de ideale vakantie. Maar elk jaar weer is het aantal SOA's na de vakantie een stuk hoger. En dus gaat de GGD ook ieder jaar weer op pad om jongeren een paar lesjes veilige seks te geven. De penis moet in de hele erecte stand staan, dus half slappe piemels doen we niks mee, dames. We zetten hem op het tuutje van de eikel. Oh. En terwijl we hem afrollen, houden we dat puntje bovenaan vast. Kunnen ze dat niet zelf doen trouwens? Ja. Nou, ik heb het ze net uitgelegd, maar het is ook belangrijk dat jullie het weten natuurlijk. Wel goed, denk ik.
Want er zitten hier meer jongens dan meisjes. Maar als ze condooms hebben, dat dus lijkt me op zich al heel goed. En pas wanneer de condoom onderaan is, laat je hem los. Vooral jongeren die nog geen seksuele ervaring hebben, kunnen verrast worden wanneer het voor het eerst eigenlijk daar is. Dan is het belangrijk en ook maar heel goed dat ze sowieso in ieder geval een condoompje van ons op zak hebben. Want dan is het praten of het er met elkaar over hebben, over veilige seks, is dan makkelijker te doen. Ja, maar dat ding is glibberig van alle kanten, man. Ja. Het aantal jongeren dat voor een camping in Nederland kiest, is sinds het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar met zo'n 20-30% teruggelopen. Jongeren gaan liever naar het buitenland op vakantie. Ja, klopt. Sinds 2014 is het toch echt wel naar beneden gegaan. Dat heeft toch denk ik wel als hoofdreden inderdaad de alcoholwet. Maar daarbuiten zijn er denk ik nog wel twee belangrijke redenen waarvoor dat komt. En dat is toch, de buitenlandse vakanties zijn goedkoop. En het weer is daar altijd goed. Dus dat zijn wel de drie hoofdpunten eigenlijk waarom het terug is gelopen helaas. Die 150 tot 200 jongeren die er nu niet zijn, die er voorgaande jaren wel waren, waar zitten die volgens jou nu? Ik denk toch Lorette de Mar en Sunny Beach nu voor die jeugd, voor die leeftijd. Ja. Maar door de jongeren die er wel zijn, wordt er niet minder gefeest en ook niet minder gedronken. Een kratje jongens. Ja, ja, twee. Mag dat? Nou, ik mag het, gelukkig. Oh, jij bent 18? Ja, ik ben 18. Oké. Ik zie nog steeds heel veel kratten staan hier. Er wordt nog net zoveel gedronken als voorgaande jaren. Nog veel absoluut, meer. Ja, nog veel meer. Ja. Ja, dat gaat wel goed komen. We gaan proberen het record te verbreken. Ja. En het record is? Hoeveel was ons record vorig jaar? 48 in een week. Ja. Het valt wel mee hoe rustig het is. Het is gewoon de hele nacht doorketen, de hele nacht feesten. Ja hoor, er is hier gewoon ouders laten bier brengen en dan kan je gewoon lekker bier drinken hier. Ik heb geen bier gebracht, maar ik kan niet ontkennen dat er wat met ouders mee is gekomen inderdaad. Ze kunnen hier nog gewoon een biertje nuttigen, ja. Dus er wordt nog veel gefeest? Er wordt zeker nog veel gefeest, ja.